Iris Venderbos en haar collega zien dat er steeds meer mensen zijn met financiële problemen. En daar willen ze iets aan doen. Ze hebben daarom een overzicht gemaakt van financiële hulp die mogelijk is in Nijmegen. Ja, ik werk dus nu als huisarts in Nijmegen-Dukenburg. Dat is een hele dynamische wijk. Maar het is ook een wijk waarbij we mensen zien die toch wat meer uitdagingen hebben in het leven. En vaak ook wat meer financiële problemen. Ik denk meer dan ik in eerdere andere praktijken gezien heb. Dus we zien mensen die komen met het probleem van ik kan de rekening niet betalen. Maar ook verpakt in andere klachten. En dat je dan met ze gaat praten en daar dieper op ingaat. Dat je er dan achter komt dat er toch ook wel veel financiële zorgen zijn. En kun je een voorbeeld geven van dat soort klachten? Ja, dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Want geldzorgen kan zich op, ja, daar kan je heel veel klachten van krijgen. Wat we zien zijn mensen die in eerste instantie komen met bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, echt spierspanningsklachten. Omdat ze echt gewoon van al die zorgen echt een olifant op hun schouders dragen. Als je daar dan over gaat praten van, goh, speelt er meer? Hè? Zou er iets meer aan de hand kunnen zijn? Dan komt het dan ineens op tafel van, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik de rekening deze maand moet betalen. En zie jij ook een toename van dat soort klachten de afgelopen maanden? We zien een lichte toename, maar waar onze zorg zit, is dat we eigenlijk een grotere toename zouden moeten zien dan we zien. En we denken dat komt omdat heel veel mensen geen hulp zoeken. Dat er toch veel schaamte om het onderwerp zit. En Nibud heeft ook recent nieuwe cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de mensen die financiële problemen heeft, geen hulp zoekt. Ik hoop met deze lijst te bereiken dat veel meer zorgverleners in Nijmegen, niet alleen huisartsen, maar ook psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, op de hoogte zijn van de goede dingen die er te bieden, ja, die er zijn voor de mensen in de wijk, zeg maar, de initiatieven die er zijn voor mensen die financiële problemen hebben. En ik hoop eigenlijk dat er heel veel mensen dit zien en dat ze denken, ik ga hulp zoeken en die hulp is er en dat we ze kunnen helpen bij de financiële problemen die op dit moment spelen. Nou, mocht er iemand kijken die zelf financiële problemen heeft, ik kan me voorstellen dat het schaamtevol voelt, maar er hoeft geen schaamte te zijn hierbij. Trek aan de bel, ga naar je huisarts toe en vertel, ik heb moeite om rond te komen en je huisarts kan je verder helpen.